Ik zou nu met alle geweld iets in me willen wegbreken of afbreken. Iets wat me belemmert om vrij en gelukkig adem te halen. Maar dat gaat niet met geweld. Het gaat allemaal om hele kleine, subtiele dingen. We staan hier voor het geboortehuis van Etty Hillesum. Bijzonder historisch erfgoed. Etty en haar dagboekteksten en brieven zijn 75 jaar na de oorlog nog onverminderd actueel en maatschappelijk relevant. En juist daarom is het nu van belang dat wij haar gedachtegoed, haar nalatenschap, een fysieke plek kunnen geven. Dit gaan we doen door hier in het geboortehuis van Etty Hillesum in de Zeeuwse hoofdstad een Etty Hillesum huis te openen. Waar wij vanuit vier pijlers, educatie, wetenschap, kunst en cultuur, haar gedachtegoed gaan presenteren onder een zo breed mogelijk publiek. Haar gedachtegoed is van universele waarde gebleken. Wereldwijd zijn wetenschappers, onderzoekers, filosofen, schrijvers, kunstenaars, maar ook gewone lezers ongelooflijk geboeid geraakt door haar teksten. Het valt op dat ze eigenlijk zo weinig bezig is met het lot dat haar persoonlijk wacht. Dat ze bezig is met wat na de oorlog gaat gebeuren. En dat zij probeert om een boodschap te vertolken die bestemd is voor de generatie na de oorlog. De dagboeken van Etty Hillesum hebben een verpletterende indruk op mij gemaakt. En ook Etty is bewijs dat heel veel vrouwen zich actief verzet hebben tegen de Duitse nazi-terreur in de Tweede Wereldoorlog. Etty Hillesum wist niet alleen de geschiedenis vast te leggen. Een geschiedenis van vervolging, terreur en onderdrukking. Maar ook wist zij haar bijzondere ideeën aan het papier toe te vertrouwen over vrijheid, autonomie, solidariteit, over hoe zij de haat in zichzelf wilde bestrijden, over het lot, het menselijk lijden, over God en over de liefde. The Etty Hillesum House project is very extensive. It not only envisions the designing of a larger research center, it is also meant as a space for interaction and dialogue across disciplines. Etty durfde zichzelf eerlijke en open vragen te stellen in een moeilijke tijd. Jezelf vragen stellen zonder angst en met open vizier is ook, of juist in deze tijd, nodig. De vraag hoe je als individu te verhouden tot thema's als vijandsdenken, polarisatie, antisemitisme, maar ook solidariteit en vrijheid is voor ons een blijvende uitdaging en continue vraag. En mede daarom is het van groot belang dat het Etty Hillesum Huis in Middelburg een levende herinnering zal blijven aan deze grote schrijfster. Dus doneer en zorg dat er een prachtig Etty Hillesum huis komt in Middelburg. We are just mediators of this project. We really want you to feel this house as your own. A place to meet and dialogue about and with Etty Hillesum. En ook zoals Etty Hillesum het heeft geschreven: ik geloof er niet aan dat we nog iets aan deze wereld kunnen verbeteren zonder eerst bij onszelf iets te verbeteren. Ons doel is om onze deuren te openen in de zomer van 2021. Maar daarvoor is het nodig dat eerst de volledige begane grond verbouwd wordt. Uiteraard met behoud van de nog aanwezige authentieke elementen. En voor het sfeervolle café dat wij graag in de voorkamer van het huis willen realiseren, hebben wij minimaal een bedrag van 150.000 euro nodig. We zijn blij met elke bijdrage en we hopen je graag te zien hier in het Etty Hillesum Huis in Middelburg. Help us realize this new place of dialogue for everyone.